schrik. Het ongeval gebeurde iets na 6 uur vanavond. Een vrachtwagen geladen met vaten gevuld met een scheikundige vloeistof verloor zo goed als zijn hele lading toen hij van op de E40 autoweg Leuven-Brussel de ring opreed richting Waterloo. De vaten lagen verspreid over een paar 100 meter. De vrachtwagen zelf kwam nog wat verder tot stilstand. De chauffeur kwam er met een schrik vanaf en de vaten raakten als bij wonder geen andere wagens. De hulpdiensten die snel ter plaatse waren, sloten de verbindingsweg af. Toch bleef de verkeershinder beperkt. De brandweer ging omzichtig te werk. Dat was nodig, want na enig opzoekwerk bleek dat de vaten gevuld waren met Trimaton Extra. Naar verluid hetzelfde bijtende product dat vrijkwam in 1984 bij de moordende giframp in Bhopal in Indië. 17 vaten lekten, een aantal andere liep helemaal leeg. Fase 2 van het rampenplan werd uitgeroepen. Die bleef van kracht tot alle lekke vaten overgeladen waren. De civiele bescherming uit Liedekerke was intussen opgeroepen om te helpen bij het opruimen van de producten. Die werkzaamheden zouden rond dit tijdstip moeten afgerond zijn. Internationaal nieuws. In het Duitse Aken, dicht bij de Belgische grens, is een einde gekomen aan een gijzeling die 50 uur heeft geduurd. Iets voor 11 uur vanmorgen heeft de politie de man doodgeschoten die al sinds maandagochtend 3 mensen gijzelde in een bank. De gijzelnemer had eerst 2 van zijn gijzelaars vrijgelaten. Toen hij met de overgebleven gijzelaar buiten kwam, werd hij neergeschoten. Het blijkt om een Joegoslaaf te gaan met een crimineel verleden. Chris Michel vanuit Aken. Om 9:09 komt er een einde aan de gijzeling. De gangster komt buiten en verschuilt zich achter de laatste gijzelaar die hij nog vasthoudt. De 2 anderen zijn vanmorgen al vrijgelaten. Als hij de gijzelaar in de vluchtauto wil dwingen, schieten de scherpschutters van de politie de gijzelnemer dood. Minutenlang blijft de gijzelaar roerloos liggen, want de gangster heeft hem een granaat in de hand geduwd en de veiligheidspin verwijderd. Het duurt nog enkele lange minuten voor de politie de handgranaat overneemt en de gijzelaar van zijn bange momenten verlost is. Bij deze schusswaffengebrauch is de täter tödlich verletzt worden. Die gijzel konnte, soweit ich weiß, unversehrt befreit werden. De gijzeling heeft 50 uur geduurd. Maandagmorgen drong de gangster binnen bij een geldtransportbedrijf in de buurt van Aken en gijzelde de zaakvoerder, zijn secretaresse en een chauffeur. Hij reed met de wagen de Landescentraalbank in Aken binnen en eiste geld en de vrije aftocht. 2 dagen en 2 nachten heeft de politie met de dader onderhandeld. Eerst via de gsm van een van de gijzelaars. Sinds vanmorgen belde de gijzelnemer zelf met de politie. De sluis waar de geldauto was ingereden was versperd, ontkomen kon niet meer. De gijzelaars zijn toch gewond. Toen een plastic granaat per ongeluk ontplofte, raakte de zaakvoerder van de transportfirma gewond aan de schouder. Zijn secretaresse, een vrouw van 30, kreeg een schampschot in de voet toen de gangster uit woede op de grond vuurde. Ik geloof zeker dat het nog 14 dagen duurt bis ze naar huis kunnen. Ze werden ook zeker nog 3-4 dagen op intensivstation liegen müssen. Es waren Verletzungen, die natürlich durch die Schussverletzung auch andere Organsysteme in Mitleidenschaft gezogen haben. Aber ich meine, so nach menschlichem Dafürhalten, es werden keine bleibenden Schäden bleiben. De geldtransportauto waar de gijzeling maandagmorgen mee begon, is vanavond weggesleept uit de centrale bank. Ondertussen weten we dat de dader een Joegoslaaf is van 46 jaar. Hij had al een gerechtelijk verleden, want eerder pleegde hij in Bielefeld, een stad meer in het noorden van het land, al een roofoverval en een gijzeling. De vraag blijft waarom hij zich niet gewoon overgaf, want met zulke middelen die de politie had ingezet, was het voor hem bijna onmogelijk om te ontkomen. Chris Michel voor VTM in Aken. In Groot-Brittannië is vanavond een vrachtvliegtuig neergestort vlak bij de luchthaven van Stansted, ten noorden van Londen. Het gaat om een Jumbo 747 van de Koreaanse luchtvaartmaatschappij. Aan boord waren 4 bemanningsleden die bij de crash vermoedelijk allemaal zijn omgekomen. 1 lichaam is tot nu toe geborgen. Het toestel stortte amper 2 minuten na het opstijgen neer. Het raakte net niet een dorp en kwam neer in een veld. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. En in de Verenigde Staten woedt een hevige bosbrand in de buurt van Los Angeles. Honderden hectare bos zijn al vernield. Er zijn voorlopig geen slachtoffers gemeld, maar de brandweer moet wel de grote middelen inzetten om de huizen in de omgeving te vrijwaren. De brand woedt in de San Gabriel Mountains, 32 kilometer ten noorden van Los Angeles is dat. Volgens de Russische premier Poetin zal de strijd om Tsjetsjenië spoedig zijn beslecht. Hij zei dat na een lang onderhoud met president Yeltsin.
De bestorming en inname van de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny zou voor een van de komende dagen zijn. Intussen zijn de eerste beelden binnen van de zware bombardementen op Grozny en van de slachtoffers die daarbij vielen. Naar schatting 20.000 tot 40.000 mensen zouden hier nog leven in Grozny. Maar op straat is daar niet veel van te merken. Grote delen van de stad zijn kapotgeschoten. Deze beelden zijn gedraaid onder de bescherming van de moslimrebellen die Grozny nog steeds controleren. Hun aantal wordt op 3.000 tot 4.000 geschat. Op de beelden is te zien dat ze over panzers en kanonnen beschikken. Een vrachtwagen brengt enkele dode Russen mee. Bij de Russische pogingen om in Grozny binnen te dringen vorige week zouden 100 soldaten zijn gedood. De Russen ontkennen dat. Bij een nieuwe inval van morgen zouden de Russen naar eigen zeggen 30 rebellen hebben gedood. Volgens premier Poetin valt de stad eerstdaags in Russische handen. Прежде всего, думая о сохранении жизни наших солдат и мирных жителей. Вот что является критерием движения вперед на самом деле. При понимании того, что окончательная цель ликвидация терроризма на корню. Этого и добьемся обязательно. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International veroordeelt intussen in een rapport de manier waarop de Russen omgaan met de Tsjetsjeense burgers. Uit getuigenissen blijkt dat zowel in Tsjetsjenië als in Rusland er sprake is van willekeurige arrestaties en mishandelingen van Tsjetsjenen die voor de Russische overheid als bandieten worden beschouwd. Uit Tsjetsjenië zelf komen de eerste berichten van slachtpartijen. Controleren is moeilijk bij gebrek aan pers in het oorlogsgebied. Sportnieuws. Triatleet Luc van Nierde en tennister Kim Kleister zijn verkozen tot sportman en sportvrouw van het afgelopen jaar. Ironman Luc van Nierde won de titel voor de tweede keer. Hij haalde het voor wielrenner Frank van den Broeke en atleet Mohamed Mourid. Kleister won verrassend voor judoka Ulla Werbroek en marathonloopster Marleen Renders. De pas 16-jarige Kim Kleister maakte dit jaar furore door 400 plaatsen te stijgen op de wereldranglijst. Ze maakte indruk op Wimbledon en de US Open en won het toernooi van Luxemburg. Amper 8 punten bedroeg het verschil met Ulla Werbroek, die naast een tweede titel greep en erg ontgoocheld was. Was de titel verrassend? Bij de familie Kleisters waren de reacties vrij nuchter. Het is allemaal tamelijk snel gegaan, ook mijn tennisseizoen. En ja, dat overrompelt mij zeker. Ik had het totaal niet verwacht hier. Dus maar ja, ik bedoel, ik ben het niet helemaal. Ze gaat voormiddag naar school, ze amuseert zich met tennis. Het is nog altijd op zich een hobby. En ja, als je ze dan bezig ziet, dan verwacht ik niet, ondanks dat ze dit gewonnen heeft, dat die gaat zweven. Daar ben ik wel zeker van eigenlijk. Luc van Lierde was licht favoriet bij de mannen en won net als 2 jaar geleden. Toch was het een moeilijk seizoen voor de West-Vlaming. Eerst jaagde hij vergeefs op de Olympische limiet op de korte afstand. Maar later maakte hij zijn seizoen goed door voor de tweede keer de Ironman op Hawaii te winnen. Toch blijft hij in eerste instantie voluit op de Spelen van Sydney mikken. Toen ik 10 jaar was, ben ik begonnen als zwemmer. In de zwemsport het belangrijkste is natuurlijk de Spelen. Het is maar om de 4 jaar dat het georganiseerd wordt. En al je daar een medaille wordt Olympisch kampioen, dan ben je Olympisch kampioen voor 4 jaar uiteraard. Dus het is nog altijd iets speciaals. De titel van beloftevolle jongeren ging naar veldrijder Bart Welles. En coach González mocht de bloemen ontvangen voor zijn Davis Cup team, de ploeg van het jaar. Terwijl prins Philip en prinses Mathilde stilaan hun huwelijksreis afronden, worden in Antwerpen al de eerste voorbereidingen getroffen voor de blijde intrede van 24 januari. En de Scheldestad wil blijkbaar niets aan het toeval overlaten. Zo zullen om veiligheidsredenen alle riooldeksels op het traject van het prinsenpaar worden dichtgelast. Voor de blijde intrede van Philip en Mathilde in Antwerpen neemt de politie drastische veiligheidsmaatregelen. De stadsdiensten moeten alle riooldeksels dichtlassen op het traject dat het prinsenpaar te voet zal afleggen. En dat is niet meer gebeurd sinds het pausbezoek in 1985. Het is namelijk zo dat onder de Suikerruis nogal een vrij grote ruimte, de riolering loopt daar, maar er is ook nog een rui aanwezig. Dus het is... Theoretisch is het mogelijk dat daar mensen zouden inkruipen. Als die deksels toegelast worden, dan kan er verder niks niet meer gebeuren. Verwacht u dan dat er mensen gaan inkruipen op dat moment? Ik moet eerlijk zijn, wij verwachten dat niet onmiddellijk, maar alle nodige veiligheidsmaatregelen worden toch maar getroffen. In Antwerpen zitten de Republikeinen dus onder de grond. De Antwerpse politie was ook aanwezig op de blijde intrede in Leuven, om te kijken hoe de collega's tegenbetogers aanpakken. In de seniorenstad zullen alle huizen gecontroleerd worden en op de daken komen er veiligheidsagenten. Het bezoek aan de stad zelf is al ingekort. Een van de hoofdredenen is dat de prins en de prinses binnen de provincie nog naar andere steden op bezoek gaan. Langs de andere kant is het wel zo dat Antwerpen dat het ook wel een gevoelige plaats is en dat er wel verwacht wordt dat er tegenmanifestanten zullen zijn.
Het prinsenpaar bezoekt die dag, 24 januari, ook het Universitair Ziekenhuis in Edegem en de steden Herentals en Lier. Naar de oom van prins Filip, er zijn veranderingen op til in het Groothertogdom Luxemburg. De kersttoespraak die Groothertog Jan vrijdag geeft, zal waarschijnlijk zijn laatste zijn. Verwacht wordt dat de 78-jarige schoonbroer van koning Albert officieel zal bekendmaken dat hij aftreedt. Groothertog Jan zat 38 jaar op de Luxemburgse troon en zal aftreden ten voordele van zijn oudste zoon Henri. De Luxemburgse vorsten op het huwelijk van prins Filip begin van de maand. Van alle uitgenodigde koningshuizen zaten zij het dichtst bij het onze door de nauwe familiebanden. Grootechterin Charlotte is de oudste zus van koning Albert, haar zoon Henri dus een volle neef van prins Filip. Henri zal nu als eerste de troon bestijgen. Nu vrijdag komt er een buitengewone zitting van de Luxemburgse Kamer van Volksvertegenwoordigers. Naar alle waarschijnlijkheid om de beslissing van Jan bekend te maken, voor hij zijn jaarlijkse kerstboodschap geeft. De overdracht komt niet echt onverwacht. Vorig jaar in maart was er al een beperkte machtsoverdracht. Een ceremonie waarbij Henri is benoemd tot luitenant-vertegenwoordiger. Dat is mijn feste willen, zusammen met mijn conduct aan de traditie van onze familie, de instituties van Luxemburg te verdedigen, en voor dat tegelijk wohl van de hemisch en van alle matbürger te zorgen. Henri nam sindsdien al veel ceremoniële functies over van zijn vader, net als Jan gedaan had voor zijn moeder troonsafstand deed in 1964. Henri wordt dus de zesde Luxemburgse vorst sinds de dynastie in 1890 is gesticht. De prins is 45, getrouwd met de Cubaanse Maria Teresa en de vader van 5 kinderen. En daarmee besluiten we ook ons laatavondnieuws. Nog een hele aangename en verkwikkende nacht en graag tot een volgende keer. Mooie tv-momenten met Leuven.